De Rondvaart, een spel van licht, lucht en water. Een documentaire over Hollands Diep, Amer, Biesbosch en Merwede met de provinciale boot. Daar ziet u de moerdijkbruggen, die de verbinding vormen tussen het noorden en het zuiden van ons land. De bruggen welke het rail- en wegverkeer voeren over het verkeer te water. Als deze bruggen eenmaal gepasseerd zijn, laten we de nieuwe Merwede, het laatste stuk van de Waal, links liggen. En varen de Amer, het verlengde van de Bergse Maas, op. Gaan dan het gat van de Kerksloot in, om langs het Keesjes-Jan-Killeke-gat en het gat van de Slek via het Buitenkooigat te varen naar de Ruigt en het Steurgat. Om op deze wijze kennis te nemen van het vele schoons dat de Biesbosch ons in alle jaargetijden biedt. Het is reeds 2:00 in de middag. Dit is van belang, want met een 30 minuten is het hoogwater. En het hoofddoel van vandaag, de Biesbosch, is feitelijk het ondergelopen land met zeer ondiepe vaargeulen, welke alleen bij hoogtij zijn te bevaren. Hoogtij wil hier zeggen de hoogste stand van het opstuwende zeewater op de vloed. We moeten dan ook zorgen voor 5:00 de Biesbosch weer te hebben verlaten, willen we niet vastlopen. En vastlopen in een van de vaargeulen wil zeggen vastzitten tot het volgende hoog- of doodtij, dat dan dit keer rond de middernachtelijke uren komt. Wat men tegenwoordig onder de Biesbosch verstaat, of ook wel het Bergse Veld noemt, is in feite een kleine archipel riviereilanden in de monding van Maas en Waal. Oorspronkelijk was deze rivierdelta vastland, de Grote Waard geheten, met een oppervlakte van 80.000 hectare. Zij vormde een watervol achterland voor de zeehaven en stad Dordrecht. Een zware noordwesterstorm, algemeen bekend onder de naam Sint-Elisabethsvloed, maakte in 1421 een einde aan het bestaan van deze grote waard. Vele malen is gepoogd het land te herwinnen. Vooral in de 17e en 20e eeuw, terwijl nog steeds plannen om het verlorene terug te krijgen bestaan. Het zou ons hier echter te ver voeren daarop in te gaan. Daarom beperken wij ons nu tot het bestaande. Nog 15.000 hectare hoofdzakelijk watergebied, dat zeker waterstaatkundig van waarde mag worden geacht als regulatiereservoir. Of meer populair gezegd, de tegenwoordige Biesbosch kan worden gezien als een spons die bij vloed veel water opneemt en vasthoudt, daardoor een natuurlijke bescherming biedend aan de omliggende landen. De killen, dat zijn watergangen, fungeren als de verzamelplaatsen van het water. Dit heeft echter mede tot gevolg dat het water later wegstroomt dan in andere stromen en rivieren die onderhevig zijn aan zeegetij. En zo komt het voor dat wanneer elders het water reeds is weggeëbt, de spons het water nog vasthoudt en eerst terugkeert wanneer de nieuwe vloed opkomt en al dus een soort verkeertij bewerkt, dat wantij wordt genoemd. Een naam die de regelmatige bezoekers van de Biesbosch niet vreemd in de oren zal klinken. Voorts is de Biesbosch een soort natuurreservaat met de mooie flora en fauna, terwijl er grient of rijshout wordt gewonnen.
En wanneer wij dan de schutsluis in Werkendam hebben verlaten en komen aan de plaats waar Maas en Waal tezamen vloeien en Gorkum reist van verre, dan komt in onze herinnering het gedicht van Tollens. Dat spreekt van een aloud slot en zegt: waar Maas en Waal tezamen spoelt en Gorkum reist van ver, daar heft zich op den linkerzoom en spiegelt in den breden stroom een slot van eeuwen her. Tis Loevenstein, waarvan de wereld sprak. Door wal en schans en vestingwerk, het rammeijer van den krijg te sterk, maar huwelijkstrouw te zwak. Daar is een dapper stuk gebeurd, waar menig pen van schreef. Tot zover Tollens, wanneer hij het stoute stuk van Herman de Ruiter beschrijft, stukken welke nu niet meer bedreven worden. Nu baggert men bij Loevestein zand en wij varen de Merwede af. Langs Gorkum en de scheepswerf van Hardingsveld. Onder de spoorbrug van Baanhoek door, naar de oude havenstad Dordrecht. En hier is de oude zeehaven Dordrecht, waar wij het anker laten vallen en een eind maken aan onze gemeenschappelijke reis.